Hoi, welkom bij kokenmetkennis.nl. Vandaag wil ik jullie laten zien dat je ook ijs kan maken zonder ijsmachine. Ik ga klassieke Franse parfum maken. Heerlijk ijs, een soort cake die je in plakken kan snijden. Als je parfum maakt, dan moet je even in de gaten houden dat je meer vet moet gebruiken, want vet bevriest moeilijker, dus gebruik alleen room. Je moet vaste stoffen gebruiken die ook moeilijk bevriezen, zoals een puree van fruit. Je moet je hoeveelheid suiker in de gaten houden in het ijs en, heel belangrijk, lucht. Jullie hadden het misschien al gezien, maar ik ga een blauwe bessen parfum maken. Van deze bevroren blauwe bessen maak ik heel simpel een jam. Bessen in de pan, geleisuiker erbij en dat zet ik op het vuur. En ja, dat geeft een beetje dikheid en dat gaat straks mooi in een swirl door het ijs heen. Die verse bessen, die gebruik ik om er straks overheen te strooien. De suiker in dit recept voeg ik toe in de vorm van een suikersiroop en daarvoor breng ik suiker en water aan de kook zodat de suiker helemaal oplost. Een van de manieren om voldoende lucht in je parfait te krijgen is het opslaan van je dooiers en je ei. Lees het recept op kokenmetkennis.nl. Zodra de dooiers mooi luchtig zijn, dan kan ik de gloeiend hete suikersiroop erbij gieten. En door de hitte garen de dooiers en wordt het mengsel salmonella vrij. Inmiddels zijn de dooiers en de jam afgekoeld. Dan kan ik de opgeslagen slagroom door het dooiermengsel gaan spatelen. En die slagroom, ja, die geeft ook weer extra lucht. En ik wacht even met de jam, omdat die straks in een mooie swirl er doorheen moet. Goed, dan kan die nu de vorm in. En die vorm die heb ik bedekt met een laagje keukenplastic. En dat zorgt ervoor dat ik hem straks wat makkelijker kan storten. De parfait is inmiddels aangevroren. Nu ga ik hem storten. Plankje erop. Het plankkanaal omdraaien. Soms is het best lastig. Kan je hem even onder de warme kraan houden. Maar makkelijker is eigenlijk een warme doek erop leggen. Even verhitten die vorm. En dan, ja, dan vloept hij er makkelijk uit. Kijk, mijn is helemaal los. Heel handig. Nou, ik trek het plasticje er nog even af en dan ga ik hem in plakken snijden. Als je je mes nou een beetje warm maakt onder de hete kraan, dan kan je echt heel makkelijk snijden.